Hallo allemaal, daar ben ik weer, Marielle Heugt van Sminkoppies. En in de serie Wat kan ik allemaal maken met een basispakket, ga ik in deze video een Spiderman laten zien. Wat is dit nou voor serie? Ik geef regelmatig workshops, dan verkoop ik een basispakket en dan heb je gewoon standaard kleuren, standaard percelen, wat sponsen, glitters en daarmee vind ik dat je gewoon een heleboel moet kunnen doen. En als je dat echt heel leuk vindt, dan kun je natuurlijk veel meer van die leuke spulletjes aanschaffen. Want, oh, het is zo'n snoepwinkel, dat sminkgebeuren. Dan kun je met colorblocks, met stencils, met heel veel moeilijke kleurtjes en dingen aan de slag. Maar laten we beginnen bij de basis. Dus vandaar, de designs in deze serie zijn allemaal te maken met een basispakket. En natuurlijk uit te breiden als je dat wil. Ik ga nu een Spiderman maken. Nou ben ik heel benieuwd naar of jullie eventueel nog andere designs willen zien. Laat het me dan weten, hè? Want ik ga het met alle liefde voor jullie maken, zodat jullie dat kunnen oefenen. Oké, de Spiderman. Ik maak hem als een masker. En waarom? Full face is veel te veel werk. Ik vind hem persoonlijk niet zo heel mooi. En de ouders van de kinderen gaan je een stuk meer waarderen wanneer je een masker maakt. En uiteindelijk de kinderen zelf ook zeker weten. Want op het moment dat ze het eindresultaat zien, dan vinden ze dat te gek. En als je er dan bij vertelt van, nu kan jij gewoon eten en drinken en blijft je smink mooi. Zijn ze helemaal happy de peppy. De start van Spiderman zijn de witte ogen. En die maak je schuin, niet recht. En ik wil liever geen strakke driehoekjes zien. Dus gewoon, eigenlijk een beetje een soort van, ja, oortjes, kan je het noemen. Maar schuin over je wenkbrauw heen, of over de wenkbrauw. Just like that. En als je dat gedaan hebt, dan kleur je dat in. En dan hoef je eigenlijk ook niet het hele ooglid mee te nemen, want het stempelt op een gegeven moment vanzelf. En de meeste kinderen vinden dat ook helemaal niet fijn wanneer je dat helemaal doet. Lang leven de rimpels. Maar dat maakt niet uit. We hebben lol. Ik kleur het ook expres nu in met mijn ronde penseel, want die zit meestal ook in je standaardpakket. Wat nou wel een tip van de eeuw is, hè? Met het standaardpakket zitten weinig penselen. Zorg dat je van die ronde penselen één voor je zwart hebt, één voor je wit en voor kleur. Zodat je zwart voor je zwart blijft gebruiken, je wit voor je wit blijft gebruiken. En dan blijven ze mooi. Dan blijft je smink ook mooi. Dat zou dan eventueel de enige extra investering zijn. Zo zijn je oogjes van die Spiderman. Nou zit er in je basispakket ook altijd wel een platte penseel. Daarmee gaan we het rood aanbrengen. En dan zal je denken, hoe, platte penseel? Maar let op, dit is de truc van de eeuw. Op deze manier krijg je hem zo strak op en snel. Dat is echt een feestje. Let op, je zet hem aan de kant van je puntjes neer en dan doe je flip. En dan zit hij er helemaal strak langs. En dan pak ik hem woop, in een punt. Zo een beetje naar mijn jukbeen toe. En dat kleur je in. En dat doen we dus ook aan die binnenkant. Gewoon flik. Nou heb ik even een opstandige wenkbrauw hier. Maar zo krijg je het dus super makkelijk. En wat doe ik nou in het midden? Nou, let op. We trekken hem op die neus naar een puntje.
en dat kleur je in. Oh, je ziet ook dat gaat ook super snel met die platte penseel. En het zit ook super strak op. Poink. 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 En hop. En hop. Nou, kijk. En zo zit je al. Basis erop. Tadaa. Dan gaan we nu het web. En daar zijn gewoon een paar kleine basisdingetjes. Als je die aanhaalt, ga je gewoon als de brandweer. We beginnen met het omlijnen van de zwarte ogen. Vergeet dat nou niet, want anders is het een beetje gek. Dus omlijnen de zwarte ogen. Of de zwarte ogen, de witte ogen met zwart. En om het nou extra mooi te maken, of weet je dat het echt een beetje de wauw heeft, maak je dat puntje zo. Dat geeft hem gewoon net even dat beetje meer Spider-Man. Je ziet, ik heb nog steeds alleen de spullen uit het basispakket gebruikt, hè? En op het moment dat je het op deze manier doet, werk je ook heel zuinig. Dus kun je heel lang doen met je smink. Dan gaan we beginnen met het web. En dat worden eigenlijk allemaal een beetje teardrops. En geloof me, dat is bij jezelf een stuk moeilijker dan bij een kind. Hatse flats. En dan gaan we die webjes maken. En die zorgen we dat die elkaar steeds blijven volgen. Snap je wat ik bedoel? Dus hij blijft hetzelfde. Op dezelfde lijn. Ja, dat is het juiste woord. En aan die zijkant doen we dat ook zo met drie dingetjes, teardrops. Dus daarom, voor die Spider-Man is het oefenen van je lijnenwerk en je teardrops heel belangrijk. En maak ook alsjeblieft echt U'tjes en geen N'tjes. Anders wordt het web verkeerd om. In principe zou je nu klaar kunnen zijn. Maar heb je nou wat meer tijd? Ga dan eens voor een klein spinnetje op de neus. Zo. Nou, dan kan je nu ook denken weer klaar, volgende. Maar stel je hem nog steeds tijd over. Dan geef je hem met wit even wat highlights en wat extra wauw. Gewoon een extra wauw factor. Ik ben dol op wauw.
Dus je laat je wit en je geeft hem even wat kleine. Kan je ook nog even links en rechts even wat clusters aan puntjes kwijt. Gewoon om net even dat wauw effect te geven. En dan heb jij met je standaard pakket, basispakket, een Spiderman. Ik zeg heel veel sminkplezier, heel veel plezier met oefenen. Heb je vragen, stel ze gerust, stuur ze naar me door. Als je slim bent, stuur je daar je foto even bij van jouw werk, zodat ik kan zien waar een beetje de schoen wringt. En heb jij nou ook een design waarvan je zegt van, oh Marielle, kan ik dat met een basispakket maken? Stuur het dan gerust naar me door en dan maak ik het voor je. Ik wens jullie heel veel sminkplezier. Vergeet niet een dikke duim omhoog te geven. Abonneer je op mijn kanaal. En tot de volgende keer.